Nou, ik ben Niels Dekker, ik ben judoleraar, eigen judoschool gestart. En daarnaast ben ik werkzaam bij Fit Shape New Fitness. Wat betreft mijn onderneming, ik heb een judoschool voor leeftijden tot 12 jaar. Zo'n beetje alle leeftijden hebben we lessen voor in aanbieding. En ja, nu door de versoepeling van de coronacrisis kunnen we alle leeftijden dus weer aanbieden zonder daarbij restricties van aanraken op te leggen. Nou, allereerst kwam de versoepeling. En daarvoor werd opdracht gegeven aan alle ondernemers om een protocol op te stellen met betrekking tot de coronacrisis. En ja, voor ons een belangrijke verandering zoals je ziet is dat we buiten de mat hebben gelegd, want we mochten wel buiten sporten. Binnen met alle ramen zelfs open is geen optie, dus dan maar buiten. En dat hebben we nu gedaan. Het protocol dat we daarbij hanteren is dat de parkeerplaats helemaal afgesloten is voor het grootste gedeelte. Dus ouders kunnen hun kind wel de parkeerplaats opbrengen, maar verder dan dat kunnen ze niet komen. Kinderen wassen hun handen van tevoren, zijn ongekleed. En de lessen duren 3 kwartier in plaats van een uurtje, zodat ze geen overlapping hebben met de andere groep die erna komt. We hebben een document gemaakt inderdaad, een aardig boekwerk met alles erop en eraan. Daarbij hebben we de regels van het RIVM, NOC, NSF en ikzelf dan vanuit de Judobond hebben we daarin opgenomen. En daar vandaan sturen we die op en gaat de gemeente beoordelen of dat voldoende is om te mogen starten. En ja, voor ons was het goed genoeg, dus wij mochten het starten. De kinderen waren heel enthousiast, de ouders waren blij dat de kinderen weer lekker aan de bak konden. En ja, wij waren natuurlijk blij dat we weer konden starten, dus ja, voor iedereen winst in die zin. Sinds mei ben ik begonnen als buurtsportcoach binnen de gemeente Lisse voor de buitensportgebieden. En dat zijn vooral hier, we zijn nu bij FC Lisse, maar vooral bij de Spartaan, de Flex, de Hissalis, de Rennetourvereniging en FC Lisse zelf. Dus eigenlijk de vrij grote verenigingen hier en eigenlijk ook de andere dingen die met buitensport te maken hebben. Nee, het klopt dat er protocollen nodig zijn. Deze zorgen ervoor dat er goed nagedacht wordt over het starten met de sportlessen en de beweeglessen voor kinderen en inmiddels nu ook senioren. Wat ze vooral bevatten zijn nadenken over hygiëne, afstand houden, maar ook de op- en afrijroutes voor het brengen en halen van kinderen. Hoe het trainingsschema eruit ziet, dus dat er niet heel veel intiem contact is. Dat er ook voldoende maatregelen zijn genomen rondom desinfectie, het schoonmaken van je materiaal. Als eigenlijk een plan van zo'n 7 stukjes voldoende zijn, dus met een vinkje worden afgestreept, dan is het gelijk eigenlijk een go voor de vereniging of club om aan de slag te kunnen. Ik denk wel dat je inderdaad er goed over na moet denken wat er gebeurt. En natuurlijk zal het hier en daar best wel eens een keertje zijn dat je te dicht bij elkaar loopt. Of dat misschien een keer een pionnetje die je allemaal vastpakt een keertje niet schoongemaakt. Maar als ik nu kijk naar wat er in de protocollen staat, hoe er over nagedacht is. En wij rijden ook af en toe rond, niet als check, maar wel om gewoon te kijken van joh. Ook om te zien hoe goed iedereen ermee bezig is, dan zie je dat het heel bewust gebeurt en dat het heel positief verloopt allemaal. Dus ja, een goede start weer.